Goedemorgen allemaal en welkom op de tweede webinar van het platform Oogstbare Landschappen. Ikzelf ben Wouter de Venter en samen met Goedroen van Langenhoven van het agentschap Natuur en Bos organiseren we 2 maal per jaar een event van het platform. We zijn alvast heel tevreden met de opkomst voor deze webinar. Niet alleen met het aantal deelnemers, want we verwachten 70 mensen, maar ook met de mix aan deelnemers. Want er zijn hier vandaag niet alleen mensen van overheid, een evidente categorie, maar ook uit de ondernemingswereld, waar we heel blij mee zijn, ook uit de onderzoekswereld en ook uit allerhande organisaties die bezig zijn met beheer of die daarbij betrokken zijn. Een klein jaar geleden stelde het VITO, Ruben Guisson, ons de vraag of we samen een studiemoment en workshop wilden organiseren rond hun project Grassificatie. En graag hebben we dat gedaan. We nemen dat graag met beide handen aan, zo'n aanbod, om dat samen te doen. Het onderwerp voor vandaag, valorisatie van bermaaisel, het maaisel, wat gaan we ermee doen? Er is heel veel beschikbaar, maar er gebeurt nog o zo weinig mee. Nu, aan de hand van het project Grassificatie willen we graag met jullie van gedachten wisselen en verder kijken met zo de vragen die daarbij opkomen van: kunnen we iets aanvangen met dat bermmaaisel? Kunnen we er meer mee doen dan vandaag? Kunnen we er meer mee doen dan compostering? En wat brengt dat op? Financieel dan? Misschien ook maatschappelijk? En moeten we dan bijvoorbeeld anders gaan maaien of ons anders organiseren? Kortom, een boeiende webinar van het platform opnieuw. Ik heb daarnet gezegd aan het begin, ikzelf ben van de Vlaamse Landmaatschappij. We organiseren dit samen met Goedroen van Langenhoven van het Agentschap voor Natuur en Bos. En zij vertelt jullie zo meteen graag meer over de aanpak en het programma voor vandaag. Goedroen, graag aan u het woord. Dankjewel, Wouter. Goedemorgen en welkom iedereen. Ik wil graag met jullie nog een aantal praktische zaken afspreken en ook het programma van het webinar kort overlopen. Het is zo dat het webinar wordt opgenomen, dus voor degenen die het graag nog eens nadien terugbekijken of ook voor degenen die er niet kunnen bij zijn vandaag. En we gaan jullie via mail dus de link naar het webinar doorsturen. Nu wil ik ook graag met jullie het programma overlopen. Ik heb hier even een probleem voor de volgende slide. De pijltjes werken niet. Zien jullie het programma voor alle duidelijkheid? Nee? Nog eens proberen. Goed, ja. Ik veronderstel dat nu het programma zichtbaar is. Dus graag het programma kort overlopen. We starten met Marcella de Sousa van de Universiteit Gent. En zij zal ons een overzicht brengen van het grassificatieproject. Haar presentatie is ook uitzonderlijk in het Engels. En daarna gaan we over naar Nathalie de Vriend van ProNatura. En Nathalie zal ons iets meer vertellen over de ervaring uit de praktijk, meer bepaald rond het maaien en oogsten van bermgras. En vervolgens hebben we Miet van Daal als spreker. Miet van Daal werkt bij het VITO. En zij zal ons meer brengen rond de economische aandachtspunten bij het verwerken van bermgras. En tot slot hebben we Ruben Guisson als spreker. Ruben Guisson is ook werkzaam bij het VITO. En Ruben zal ons meer vertellen over de optimalisatie van de logistieke keten. Na de presentaties is er ook een vragenronde. En die vragenronde die duurt ongeveer een 15-tal minuutjes. En het is zo dat jullie uiteraard niet rechtstreeks vragen zullen kunnen stellen, maar jullie kunnen dat wel doen via de Q&A-box, dus schriftelijk de vragen stellen. En belangrijk daarbij is dat de vragen niet zullen gepubliceerd worden, maar we zullen ze uiteraard wel behandelen. Goed, ik denk dat we zo ongeveer rond zijn. Oh ja, nog één ding. Dus de vragen voor het eerste deel van Marcella kunnen jullie ook in het Nederlands stellen. Want het is zo dat professor Erik Meers klaar zit om de eventuele vragen in het Nederlands te beantwoorden. Goed, dan geef ik nu graag het woord aan onze eerste spreker, Marcella de Sousa. Marcella, the floor is yours.
Thank you, Hurum, for the introduction, and thank you for organizing together with Potter this nice workshop so we can present our results from gratification. So next slide, please. My name is Marcela Fernandes de Souza. I'm a project manager at Ghent University, and we are the lead partners for gratification, which is an Interreg2Cs project involving 13 partners from Belgium, the Netherlands, and the UK. And gratification deals with the valorization of roadside grass clippings. Next, please. So first, I would like to introduce a little why we need to mow road verges. So the first reason is a safety issue. If you allow the grass to grow too tall, it will cover signs and pose danger to cars. But there is also a second reason, next, which may be a little counterintuitive, which is biodiversity. So when you cut and collect the grass clippings from roadside verges, you leave less nutrient in the soil, and this allows for more species to grow. If you have a nutritious soil, only a few species will dominate the environment. But when we leave less nutrients by collecting the grass clippings, you allow much more species to grow. And this also helps with the pollinator problem that we now have. So we'll have more flowers growing. We'll have green corridors where these pollinators can move and increase the environmental benefits of roadside verges. Next, please. So we have two ways that roadside verges are being managed at the moment in the Interreg2Cs area. So in Belgium, in the Netherlands, we have a legislation that says that cut and collect is necessary. So it's mandatory to not only cut the grass clippings from roadside verges, but also collect them. However, next please. In the UK, this is not true. So for now, they have a cut and leave system, and they are trying to change to cut and collect. Like I said, this has a huge impact on biodiversity. And as you can see in the image, they are already making some efforts because they have done some practical cases, and they have shown that when you cut and collect, you get these nice flower beds. And this really is being encouraged now in the UK, and gratification is also helping in this sense. So next. When you have a cut and collect system, this brings a huge cost to the provinces because they not only need to manage the roadside, but they also need to collect this and do something about the roadside grass clippings. And they are now considered a waste, so they don't create any revenue to the provinces. And the maximum that we have of valorization right now is composting, which is a very low value application. Next, please. With gratification, we want to transform this current waste into a resource. So we are proposing several value chains that I'll go over in the coming slides to really create added value from these grass clippings and help make the managing of roadside verges more profitable and they're more attractive to really be implemented in a full way. And that way we want to help implementing the bioeconomy and the circular economy. Next, please. So this has a huge potential. So only in the 2Cs area, which is the area highlighted in blue in the map, we have 88,000 square kilometers of area, and this is 2% covered by roadside verges, which would give us 2 million tons of roadside grass clippings per year. So you see it's already a huge resource that can help implementing the bioeconomy. Next, please. So in the gratification project, we are investigating the whole value chain, which is the biggest difference from this project to others that have dealt with grass or roadside grass and grassland. So we not only are looking into changing the grass into products, but also seeing how the mowing and collecting can be optimized to give a good quality grass clippings that can be further processed and have quality final products that will be economically attractive. And the mowing and collecting part will be covered in the next presentation. Next, please.
So we have several investigated value chains. The lowest value one is biogas production. So this is just using the grass clippings in a digester for biogas production. We have two systems, a smaller scale and a big scale. Next, please. And we're also investigating pressing the grass clippings and having a grass juice that can be used as fertilizer or for protein production. And next, please. And our highest value applications that we are investigating is using the grass fibers for biocomposites and building materials. And in this presentation, we will be this workshop, we will be focusing on biogas production. My colleagues will talk a little bit more about this specific value chain. Next, please. And we're not only investigating the value chain from grass collection to final product, but we also have some additional aspects. So we are looking into the technical economic assessment to see how to make these value chains economically feasible. We're also looking to the environmental impact assessment, which is very important. Sometimes when we propose supposedly green approaches, it actually has some huge environmental impact. So we want to make sure the value chains we are proposing are actually bringing environmental changes to benefits. And we're also looking into policy roadmap. As I mentioned in the beginning, grass clippings are currently considered as waste. And this poses some hurdles for processing it into final products. So we're also looking into this and trying to shift their status from waste to resource. And from these additional aspects, today's workshop will be focusing more on the technical economic assessment. Next, please. And this was the grassification project in a nutshell. We have a website, you're welcome to visit it. We have some deliverables and news pieces and videos there. And we also have a stakeholders corner. So if you subscribe to that, you'll have access to our project newsletters. And feel free to always email me with questions and possibilities of collaborations. Thank you very much. Next one. And I give the word now. I give the word now to my colleague Natalie De Vriend from ProNatura, and she will be covering the practical aspects of harvest mowing and harvesting grass clippings. Goedemorgen, dankjewel voor de mooie introductie. Dankjewel Marcella voor ons project voor te stellen. Ik wil het graag met jullie hebben over het berm maaien en of dat we daar groen goud van kunnen maken. Een straffe uitspraak die we in deze presentatie even zullen aftoetsen of het al of niet in die richting kan gaan. Zoals Marcella al gezegd heeft, zijn er verschillende doelen van het bermen te maaien. Dat zien we in de volgende slide. De eerste doel, zoals gezegd, verkeersveiligheid. Tweede doel, de biodiversiteit, natuurcorridorfunctie. Het derde doel, op zich geen officieel doel, maar voor heel wat bermbeheerders uiteindelijk toch wel. Namelijk het opruimen van afval dat burgers daar toch durven in te achter te laten en fytoremediatie. Waarom zet ik die tool er zeker bij? Omdat dat zijn impact heeft op het maaien van de bermen. Dat is toch even zoeken als we een aangepast protocol gaan maken voor de bermen, dat dan dat afval daar effectief wel in ligt. En als laatste doel dat wij er graag aan willen toevoegen, is natuurlijk de bermen maaien om dan de gras, bermmaaisel, als grondstof te hebben. Als we dan naar de volgende slide gaan, dan zien we dat het aan die bermen zijn er heel wat lusten en lasten. Dus belangrijk is dat dat dus veiliger is voor het verkeer voor de burger. Je hebt meer fauna en flora, meer natuur, ook al zijn het maar kleine streepjes, maar een mooie berm is toch wel geeft meer natuur. En helaas dus ook soms een ophaaldienst van vuilnis voor sommige burgers. De lasten die zitten vooral bij de beheerder en dat zijn momenteel veel kosten. Maaikosten, logistieke kosten voor opslag en transport en ook een verwerkingskost van maaisel. Dus per ton dat er afgeleverd wordt aan een verwerkingsinstallatie moet er betaald worden. Dus al die lasten zitten bij de beheerder en kosten, daar zijn helaas nog geen opbrengsten voor.
Daarom ook de zoektocht naar de gras als grondstof. Graag naar de volgende slide. Dus hier een aantal voorbeelden. Marcella heeft in de vorige presentatie al een aantal mooie dingen laten zien. Hier zijn er nog een aantal variaties erop. De allereerste jommeke met een grasmobiel. Dat zou wel eens kunnen gebeuren als we biogas en uiteindelijk een groen gas van kunnen maken om zo auto's, aardgasauto's op laten rijden. En natuurlijk een hele variëteit van verschillende materialen kunnen er ook van gemaakt worden. Willen we die toepassingen kunnen dienen, dan moet dat gras wel van voldoende kwaliteit zijn. En daar ligt de grote uitdaging, zowel bij het maaien, het maaibeheer en heel de procedure daar rond. En daarover heb ik het graag samen met jullie. Volgende slide, alsjeblieft. Dus wat is belangrijk? Er mogen geen verontreinigingen in zitten. Plastics, metalen, stenen en zo verder. Dat is nefast voor het verwerkingsproces. Metalen en stenen en zo verder, dat lukt nog wel. Maar om het er eventueel uit te halen. Maar de plastics die zijn even fluffy en licht als het gras. Dus dat is een hele moeilijke om eruit te halen. En dan een tweede dat ook heel nefast is, is het zand, de grond dat mee opgezogen wordt. Dat is eigenlijk ook niet goed voor alle verwerkingsstappen die daarna komen. Want dat is heel agressief voor machines. Dus dat is een eerste uitdaging. Een tweede uitdaging is de logistiek. De hoeveelheden zijn groot, zijn seizoensgebonden en komen voor in pieken. Om daar een continu proces dat het jaar rond kan draaien achter te krijgen, als we dat als grondstof willen gebruiken, is dus geen evidentie. En het is ook niet zo'n stabiele grondstof op verschillende manieren. Eén, het is niet homogeen, dus de kwaliteit hangt af van welke andere kruiden dat er in de berm staat. Maar twee, het is heel vochtig, heel veel water. Het kan tot 90%, alleen vers gras kan tot 90% uit water bestaan. Dus het is belangrijk dat dat gras kan gestabiliseerd worden voordat het tot grondstof wordt omgezet. Als we dat niet doen, dan krijgen we eigenlijk een rottingsproces dat al op gang komt. En dan is eigenlijk de helft van uw grondstof al verdwenen of niet meer kwaliteitsvol. En dat alles, omdat dus tegemoet te komen, dat heeft natuurlijk zijn implicatie op de kosten. Welke mogelijkheden zien wij nu om die uitdagingen aan te gaan? Dat kunnen we zien in de volgende slide. Allereerst het maaiproces zelf, het technische maaiproces. Momenteel wordt er heel veel met een klepelmaaier gemaaid, als dat maaier dat u links ziet. Die kan heel veel aan, is heel robuust en gaat heel snel. Rechts zien we een herdermaaier. Die maait iets trager, maar is heel eco-vriendelijk. En dus die heeft minder zuigkracht nodig. Dus goed voor de biodiversiteit. Hij is daarvoor eigenlijk ontwikkeld. Maar het heeft ook een positieve impact op de kwaliteit van het gras. Want er wordt minder meegezogen. Dus blijft meer liggen. Dus dat is een maaier die reeds ontwikkeld was. Maar die als grote nadeel had, en de aannemers pikten deze maaier eigenlijk niet op, dat het te traag vooruit ging. Dus hebben wij in dit project een andere maaikop, toch een klepelmaaier samen ontwikkeld met vandalen, die een bepaalde hoogte, een minimumhoogte hanteert en daardoor ook niet zo dicht tegen de grond maait en ook minder opzuigt. En die hebben wij nu uitvoerig getest en zal ook nog verder gedemonstreerd worden in het verdere verloop van het project. Zodat er nu eigenlijk twee maaiers beschikbaar zijn op de markt. De herdermaaier, de circulaire maaier en de klepelmaaier die hoger maait en minder zand mee opzuigt. Wat dus beter is voor de kwaliteit, maar op zich ook beter voor de biodiversiteit. Hier ziet u links en rechts. Dus links is het maaibeeld van de klepelmaaier. Rechts ziet u van de circulaire maaier. Die is licht verschillend, maar op zich even kwaliteitsvol. Bij de klepelmaaier zien we kortere grassprietjes bij het maaien. De circulaire maaier heeft er langer. Beide hadden weinig of minder zand, nog altijd wel wat zand, maar minder zand in hun gras.
En wat ook positief was, dat nadien, een week of twee weken later, was het gras al opnieuw terug beginnen groeien. Dus het herstelt zich heel snel. Het is niet heel agressief naar het maaien toe. En het vuil blijft dus meer achter in de berm, met als doel grondstof van te maken, zeer positief. Echter, als een bermbeheerder dat ziet als grote opkuis van de berm, dan zitten we daar wel met een conflict. Dus dat doel wordt dan niet gediend, namelijk, want het vuil blijft in de berm. Maar voor de nabehandeling is dat dan weer wel positief. Als we dan gaan naar de volgende slide. Hoe kunnen we dan deze maaiers of maaikoppen krijgen in het dagdagelijkse maaibeheer naar de toekomst toe, dan kunnen we dat doen door dat in de bestekken te gaan opnemen en dus in aangepaste maaiopdrachten. En daar kunnen we dan nog met een tweede parameter spelen, namelijk gaan zoeken of dat we de maaiperiode kunnen spreiden. Opgelet, we zijn allemaal gebonden aan het bermdecreet die een aantal voorwaarden uitlegt. Maar van dat bermdecreet, de vaste tijdstippen, kan om verschillende redenen afgeweken worden en mag dat ook. Namelijk voor veiligheidsmaaibeurzen, maar ook als er een bermbeheerplan is. En dat is eigenlijk een zoektocht dat we gestart zijn en nog steeds verder aan zetten, samen ook met de provincie West-Vlaanderen, om te kijken of dat we de maaibeurten kunnen spreiden in de tijd, zodat er een constante aanvoer blijft van het maaisel. En dat zowel aan prioriteit 1 prioriteit geeft, namelijk de biodiversiteit, want dan maai je niet elke keer opnieuw op dezelfde bloeiperiode, zodat bepaalde bloemen en kruiden niet kunnen voortplanten. Dus je wisselt daar af. Maar 2, je geeft ook een spreiding in de tijd, de logistiek, de kans om meer continu maaisel aan te leveren. En dus dat zijn we aan het bekijken of dat kan in combinatie met een aangepast bermbeheerplan en via aanbesteding via een aangepaste maaiopdracht. Dus dat zijn uitdagingen om zowel die maaikop erin te krijgen in die maaiopdrachten als logistiek te spreiden. Graag de volgende slide. Dat is dus stap 1. Stap 2, het stabiliseren van het product. Zoals u kan zien is het nodig. Dit is een foto van niet zo kwaliteitsvol gras dat daar heeft gestaan. U ziet wat schimmels in de ton. Dus dat is niet de bedoeling. Dan is eigenlijk al een stukje van de kwaliteit van het gras weg. Dus het is zeer belangrijk dat het gras voldoende wordt of de vezels voldoende worden gestabiliseerd. Daar kunnen verschillende processen voor dienen of verschillende processen na elkaar voor gebruikt worden. Allereerst kan het maaisel geperst worden, zodat er al vloeistof, liquide fractie uitgehaald worden. Dan heb je nog een perskoek over die vezelrijk is. Die kan je gaan drogen en die kan dan verkleind en vervezeld worden en afgezeefd worden in verschillende fracties. Als we gaan kijken naar wat er mogelijk is met persen, dat hebben we gedemonstreerd. In de volgende slide kunnen jullie dat zien. In 2019 in Maldegem hebben wij een pers ingehuurd waar het verse bermmaaisel ingaat. En u ziet dus bovenaan gaat het erin. Onderaan komt een groen sapliquid met veel eiwitten eruit, waar dan ook testen op gedaan kan worden. En er komt dan een perskoek uit. We hebben die test met een Rijntech-pers gedaan in Maldegem in 2019 en we plannen een nieuwe demodag in Schendelbeke in 2021, juni 21, in samenwerking met een start-up uit Gent met Relief en iedereen, als het hopelijk tegen dan mag, live welkom om daar zowel een maaidemo als een persdemo daar te gaan bekijken. Wat kunnen we dus nu, hoe geraken we vooruit dan in die stabilisatie van het product? Je hebt dan al heel wat vocht via de liquide fractie afgevoerd. Namelijk, je begint met vers gras, droge stof tussen de 10% en 27%. Liquide eruit geperst en dan blijf je met een perskoek van ongeveer 50% over. En dan moet je nog verder drogen naar de gedroogde perskoek. Ja, graag de volgende slide. En dat drogen kan op verschillende manieren. Bij ProNatura hebben we dat op verschillende manieren geprobeerd. Heel klein, met een natuurlijke manier de zonnedroger. Dat ziet u bovenaan. Momenteel zijn we bezig in de serre op tafels ook natuurlijk het gras ook te draaien. En we zijn ook aan het kijken of het in containers kan, zoals Van Heden dat doet met houtsnippers of het daar ook kan. En ook bij het biomassaplein met een all-in dryer gaan we ook aan het bekijken. Dat zijn testen die nog moeten gebeuren in het komende jaar. Dus dan kunnen we zo tot die 10% droge stof gaan.
graag de volgende slide. Want na het drogen moet het dan eigenlijk op maat vezel gemaakt worden. En daarvoor hebben we gekeken naar een hamermolen. Dit is een hamermolen, zo in gaat er binnenkort toekomen, namelijk volgende week, anders had ik al een echt printje kunnen tonen. Maar dus bij ProNatura zal er vanaf volgende week een hamermolen ter beschikking zijn, waar we dan de gedroogde perskoek kunnen verder vervezelen tot hele fijne vezels. En die kan dan, of grovere, naar gelang de toepassing, en die kunnen dan dienen voor de materiaaltoepassingen. Volgende slide, alsjeblieft. Dus het bermaaisel, is dan nu ja of nee het nieuwe goud? Als we vezels kunnen maken uit het gras, dan, en we vergelijken de prijs daarvan, dat is 270 tot 1000 euro per ton voor heel kwaliteitsvolle vezels. De vloeibare fractie is nog een beetje moeilijk om daar de opbrengst van in te schatten. Dus we kunnen daar zeker ook iets voor vragen, alleen weten we nog niet hoeveel. Rekenen we dan even door, stel dat we 90% vocht hebben, dan komt er van 1 ton eigenlijk maar 100 kilo uit. We hebben toch heel wat hectares nodig om... die zijn er wel, maar we moeten daar logistiek wel veel afstand voor afleggen. Dus er is zeker bermaaisel, maar de opbrengst per kilometer berm, uiteindelijk een kwaliteitsvol product, daar moeten we toch rekening mee houden. En er zit diversiteit in. Dus het is helemaal een groot verschil met de natuurlijke vezels die bijvoorbeeld gekweekt worden. Dus is het het nieuwe goud? Er zit potentieel in, maar het is een vraagteken. Dus als we naar de volgende slide gaan. Het ontginnen kan gebeuren. Dat zijn we nu aan het uittesten en op pilootschaal eigenlijk. Het is groen. Is het al heel veel waard? Dat is nog de vraag. En dat blijft een uitdaging en blijven we dit project aan verder werken. Dankjewel voor jullie aandacht. Moesten er vragen zijn, die mogen straks. Of dat kan ook nog altijd per mail. En dan geef ik nu graag het woord aan de volgende spreker, Miet van Daal, die jullie de economische aandachtspunten bij het verwerken van bermgras zal meegeven. Dankjewel. Dankjewel, Nathalie. Ik ga jullie inderdaad verder nemen in het verhaal van het verwerken van het gras. Nathalie heeft al heel goed uitgelegd wat het allemaal uitdagingen zijn in het upstream gedeelte, dus waar dat allemaal op gelet moet worden bij het maaien en het transporteren van het maaisel. Ik ga een stapje verder in de keten en ga meer focussen op het verwerken van het gras. We doen dat vanuit een techno-economische invalshoek. Dat wil zeggen dat wij een analyse voeren die 4 stappen gaat volgen. De eerste stap is een marktstudie. We gaan nagaan welke spelers zijn er op de markt. Waar zijn typische prijzen waaraan vezels bijvoorbeeld moeten voldoen? Over welke volumes spreken we? Maar ook trends die we zien hierin. En die informatie gebruiken we dan in onze volgende stappen. De eerstvolgende is een technische analyse. We gaan samen met de partners processtroomdiagrammen opmaken om goed in kaart te brengen als we zo'n vezel gaan verwerken, welke stappen komen daar allemaal bij kijken. We gaan daar dynamische massa- en energiebalansen aan koppelen, zodat we kunnen kijken afhankelijk van de condities waaraan het gras dat toekomt aan een proces voldoet en hoe dat dan die variatie in die condities ook een impact heeft op uiteindelijk bijvoorbeeld de yield die we eruit kunnen krijgen. En dan in de derde stap gaan we hier dynamisch een economische analyse aan koppelen, omdat we heel erg geïnteresseerd zijn van welke van die technische condities heeft nu ook een grote impact op die economische haalbaarheid. Dus enerzijds brengen we daar in kaart wat de totale kosten gaan zijn van zo'n keten, zowel investeringskosten als operationele kosten. Maar we gaan ook kijken waar we potentiële opbrengsten zitten en dus vanuit het standpunt van de eigenaar van zo'n verwerkingsproces of het interessant is om in zo'n installatie te gaan investeren. Die dynamische link die wij leggen tussen die technische parameters en de economische parameters is heel cruciaal voor onze vierde stap, de onzekerheidsanalyse.
Jullie hebben ook al gehoord, er is nog heel veel onduidelijkheid en er is nog heel veel onderzoek nodig om te goed te begrijpen wat we nu effectief gaan kunnen doen met die vezel. En net daarom dat we die onzekerheidsanalyse heel uitgebreid gaan doen, om echt goed inzicht te krijgen van op welke technische parameters moeten we nu gaan letten. Is het die hoeveelheid vervuiling die in het gras zit? Is het het vochtgehalte? Is het de lengte van de vezel? Enzovoort. Jullie zien ook dat het een iteratief proces is. Dat wil zeggen dat wij constant leren en eigenlijk constant bijkomende informatie aan onze analyses gaan toevoegen. Maar liefst wel gefocust op die parameters die echt heel erg belangrijk zijn. Binnen het verhaal vandaag ga ik vooral focussen op de case die we gedaan hebben in samenwerking met Van Heden. Dus dat is de monovergisting van de grasvezels. Ja, de volgende slide alsjeblieft. Dus hier zien jullie het processtroomdiagram van deze keten die we bekeken hebben. We hebben daarbij twee scenario's bekeken. Dus dit is het processtroomdiagram van het eerste scenario dat we bekeken hebben, waarbij dat het dermgras getransporteerd wordt naar de site van Van Heden. En op de afbeelding zien jullie dan hoe dat zo'n vergistingscel eruit ziet. Dus deze is een cel die nog open is. Het gras komt aan op de site en wordt als dusdanig door Van Heden in de cel gebracht. Samen met nog een deel van het digestaat van een vorige cel die reeds gelopen heeft. En dan wordt de cel mooi afgestoten, zodat het proces op gang gaat komen. Hier zijn dus geen voorbehandelingsstappen gebeurd. En wat dat heel belangrijk is voor het economische verhaal is dat je die cel liefst zo optimaal mogelijk gaat kunnen benutten doorheen het jaar. Op die manier kun je het aandeel van die investeringskost in je totale kost gaan drukken. Om die reden hadden we ook in een eerste scenario bekeken van goed, kunnen we dan ook niet het gras gaan inkuilen, omdat we dan voor een stukje die seizoenaliteiten kunnen opvangen en de cel optimaler gaan kunnen gebruiken doorheen het jaar. Echter blijkt nu na de evaluatie dat het inkuilen van het gras en het daarna gebruiken in de cel moeilijk haalbaar is. Dus het is heel lastig om in dit systeem dan het proces opnieuw op te starten. Dat hebben we dus ook terug losgelaten in dit scenario voor de verdere evaluatie. Dus u ziet, nadat de cel gelopen is, er wordt biogas geproduceerd. Dat wordt naar een WKK-installatie gebracht. Warmte en elektriciteit wordt geproduceerd, die voor een groot stuk wordt gebruikt op de site zelf. De rest elektriciteit die overblijft, die gaan we verkopen op het net. De warmte gaan wij nu vanuit dat die op de site zelf niet benut kan worden en dat we daar dus een opbrengst verloren zijn. Het digestaat, in dit eerste scenario gingen we ervan uit dat het alsnog naar compostering gebracht wordt. Dit is nodig als we willen voldoen aan het algemeen reglement dat opgelegd wordt. En dat heeft ook wel consequenties dat daar aan vasthangen. Dat kunnen jullie ook zien op de volgende slides, waar dat we eens een hele snelle, we kunnen het amper een techno-economische analyse noemen, dus echt kijken van, stel het permgras wordt aan de site afgeleverd, we krijgen daar een gate fee voor, laat ons nu veronderstellen dat het 40 euro is per ton. We hebben nu aangenomen voor één cel, dat we 3000 ton per jaar kunnen verwerken. Dat wil zeggen dat we zo'n cel anderhalve keer op een jaar gebruiken, want in één cel, in onze eerste aannames, kan 2000 ton gras verwerkt worden. Naast de gate fee die we als opbrengst hebben voor het gras dat we verwerken, hebben we ook nog de opbrengst uit de elektriciteit die we kunnen verkopen. Maar daarnaast hebben we dus ook die kost om het digestaat te gaan afzetten aan de composteerinstallatie. We gaan er hier vanuit dat we geen eigen compostvloer ter beschikking hebben en dus dat we het moeten transporteren naar een andere site. Een snelle berekening, zoals jullie kunnen zien, laat weinig opties open om nog kosten te gaan maken. Hier is geen rekening gehouden met investeringskosten, hier is geen rekening gehouden met de operationele kosten die dat we hebben, hier is geen rekening gehouden dat we ook nog moeten betalen of een transportkost hebben om het digestaat naar de composteerder te brengen. Dus ook dit scenario laten we los en dan zijn we voortgegaan met een tweede scenario, een scenario dat ons interessanter leek. Dan kunnen jullie op de volgende slide het processtroomdiagram van zien. Dus het verschil met het vorige scenario is dat we hier het digestaat verder gaan opwaarderen, om het zo te zeggen. We gaan het nadat het
vergist is, gaan drogen en gaan fractioneren in drie verschillende fracties. Een vezelfractie, een slipfractie en de onzuiverheden. Die onzuiverheden zijn de steentjes, het glas, de plastics die er nog in zitten. En zoals gezegd, er is geen voorbewerking op gedaan. Dat is iets wat in de toekomst wel kan bekeken worden of dat het mogelijk beter is om dit op voorhand bijvoorbeeld er al uit te gaan halen. De slipfractie die overblijft, die moeten we alsnog naar een compostering brengen. Dus daar zal zeker ook nog een kost aan gepaard gaan. En de interessante fractie waar wij in geïnteresseerd zijn, is dan de vezelfractie, omdat die kan toegepast worden in biocomposieten. Een belangrijke consequentie hiervan is dat uw digestaat op de site gedroogd zal moeten worden. Uiteraard willen we maximaal gebruik maken van de energievoorzieningen de energiestromen die vrijkomen op de site zelf vanuit de WKK. Maar dat heeft als gevolg dat het leegmaken van de cel ook gradueel moet gebeuren, omdat uw water een langere periode beschikbaar is. We kunnen niet op één moment al het digestaat tegelijkertijd gaan drogen. Dat gaat uiteraard wel, maar dan kunnen we niet optimaal gebruik maken van de warmte die we zelf ter beschikking hebben. Dus dat zijn zaken waar we rekening mee moeten houden en die een effect gaan hebben op het aandeel van de investeringskost in de totale kost. Voor de verwerking tot de vezel. De reden waarom dat we denken dat vergisting mogelijk een interessante optie kan zijn vooraleer te gaan gebruiken richting de biocomposietmaterialen in plaats van het rechtstreekse gebruik van de grasvezel, is dat stoffen als proteïnes, suikers in de verdere verwerking tot de biocomposiet mogelijk storend kunnen werken. Die biocomposieten worden vaak gemaakt op hogere temperaturen en dat kan zijn dat die stoffen dan gaan reageren in het proces. Dus mogelijk is het interessant om dan op voorhand een vergistingsstap toe te passen. Anderzijds gaat vergisting ook tot een zekere homogenisatie werken en gaat ook die vezel voor een stuk reeds verkleind worden, wat dat allemaal positieve effecten met zich mee kan brengen. We weten dat op deze moment nog niet heel zeker. Die technische testen worden nog volop gedaan. Dus dat zijn zaken die we nog aan het onderzoeken zijn. En dat gaat uiteraard ook een effect hebben allemaal op de prijs die we daarvoor kunnen krijgen. Dat is ook een belangrijke vraag. Welke prijs is nu realistisch voor zo'n vezel? Nathalie liet net al zien wat dat typische prijzen zijn voor natuurvezels. Op de volgende slide heb ik daar ook nog wat meer details voor. Jullie zien die prijsrange van 200 tot 1000 euro per ton. Dat is een vrij brede range. En jullie zien ook in het rechtse plaatje dat dat echt ook gaat over bijvoorbeeld de vlasvezels die dan typisch in die hogere regionen gaan zitten. We verwachten dat voor het bermgras die prijzen maximaal aan de lagere regionen gaan komen. Uiteraard hangt het allemaal af van de resultaten van de technische testen die gedaan worden. En we zijn hier ook nog volop in overleg met een aantal partijen om in te schatten wat dat we daar kunnen verwachten. Maar het feit dat die vezels meer divers zijn en dergelijke gaat zeker een effect hebben op de prijs. Dan denk ik in de volgende slide. Ik heb al aangehaald dat heel belangrijk ook is die investeringskost die dat we hebben. Enerzijds kunnen we die optimaliseren door een cel optimaler te gaan gebruiken doorheen het jaar. Anderzijds zijn er ook schaalvoordelen. We hebben momenteel aangenomen dat een cel een 2000 ton gras kan verwerken per cel, zonder dat we opslag voorzien. Maar op zich is er geen technische beperking. Dus een cel zou ook meer gras kunnen verwerken door ze groter te maken. Wij hebben die assumptie nu gemaakt op wat wij denken dat op een realistisch tijdsframe aangeleverd kan worden aan de site. Via onze MOVE tool, waar dadelijk mijn collega Ruben ook meer informatie gaat geven, zijn we dit nu verder aan het onderzoeken. Namelijk hoeveel gras kan er binnen een redelijke termijn aan de cel aangeleverd worden. En dat gaat zeker dan een positief effect hebben op het economische resultaat als dat meer kan zijn. Graag sluit ik mijn presentatie af met nog twee belangrijke takeaways. Dus de eerste is over het eerste scenario waar dat we duidelijk zien, als we die case vanuit een economisch standpunt gaan evalueren, als we niet beschikken over een eigen compostvloer, is dit scenario niet interessant. Dus die onderzoeken we ook niet verder. Een tweede takeaway is dan gerelateerd aan die tweede scenario, waar we wel zien dat er mogelijk potentieel in zit,
de grote vraag die hier blijft, is of dat het vergisten nu dat positief effect heeft op die vezel. We kijken dus echt uit naar de resultaten van de technische testen die nog volop bezig zijn. We zien ook dat er al heel wat bedrijven actief zijn op deze piste. Veelal gebruiken zij de directe natuurvezel en een direct gebruik en niet eerst een vergiste vezel. Maar er zijn ook voorbeelden vanuit Nederland, bedrijf Circulus bijvoorbeeld, die reeds gebruik maken van bermgras. Dus je ziet dat er wel bedrijven ook echt in geloven dat het kan. We hebben tot nog toe geen bedrijf gevonden die gebruik gemaakt heeft van een vergiste vezel. Dus dat zijn we nog verder aan het onderzoeken. En dan op de volgende slide. Het is een korte webinar, dus ik heb heel veel details moeten weglaten hier, helaas. Uiteraard mogen jullie mij steeds contacteren als jullie er nog vragen bij hebben. Jullie krijgen ook mijn contactgegevens of zelfs tijdens de Q&A. Dus steeds welkom daarvoor. Dan geef ik graag het woord door aan mijn collega Ruben Guissot, die zoals ik al aangehaald heb nog meer informatie gaat geven over de MOVE tool. Ruben, graag het woord aan jou. Dank u wel, Miet. Ik ga inderdaad jullie graag loodsen door het stuk rond de optimalisatie van de keten. Waarbij we eigenlijk gaan kijken, terwijl ik mijn laserpointer activeer, hoe we eigenlijk al dat gras, die beschikbaarheid, op een goede manier ter plaatse kunnen krijgen op de plaatsen van de verwerking. We vertrekken daaruit zo goed uit een zicht, zo goed als mogelijk, van wat er vandaag gebeurt met dat maaisel. En gaan vanuit die vandaag situatie proberen een blauwdruk weg te leggen naar de toekomst en alle toepassingen die jullie hebben gezien, maar dan vooral vanuit logistiek en optimalisatie oogpunt. Dus waarom die optimalisatie? Ik recapituleer heel snel. Eigenlijk ben je rond aan het rijden met lage massa en hoge volumes. Dus je bent rond aan het rijden met veel lucht, met veel water en een beperkte hoeveelheid vezel. Wat betekent dat je weinig waarde hebt en veel transport. Vanuit dat oogpunt is het al goed om eigenlijk nog meer als andere grondstoffen en stromen dat te gaan optimaliseren. Daarnaast heb je heel veel versnijden en versnipperde, wat ik nu noem, percelen. Dus ze zijn heel divers, zeer klein. Opnieuw maakt ook langs die kant dat je veel transport en ook transportkosten hebt. Anderzijds heb je ook verschillende eigenaars van die bermen. Dus die zitten op verschillende beleidsniveaus. Wat maakt dat je daar ook qua eigenaarschap, maar ook qua beheerschap, een ontdubbeling hebt van een aantal ketens, waarbij het interessant kan zijn om daar te gaan kijken of er daar ook winsten zijn om bijvoorbeeld infrastructuur te gaan bundelen of te co-operaten. Daarnaast heb je ook dus dat snel kwaliteitsverlies waar Nathalie ook op doelde. Gras is een biostroom, dat is degradeerbaar, dat gaat snel rotten. Waarbij je ook vezelverlies kwaliteit kan hebben, verlies aan biogasproductiekwaliteit. Dus je doet er ook goed aan om dat zo snel en optimaal mogelijk ter plaatse te krijgen bij de gebruikers. En tot slot, die seizoenseffecten inderdaad, die maken dat je eigenlijk piekperiode in productie krijgt, terwijl de verwerkzijde graag een continue verwerking heeft. Dus ook daar moet je gaan zoeken naar optimalisatie. Nu, de scope die wij behandelen qua geografisch gebied is de scope van het Interreg-project, grotendeels provincies Oost- en West-Vlaanderen en de provincie Antwerpen. En in die provincie zijn we gaan trachten af te leiden van hoeveel bermmaisel is hier nu beschikbaar. Dat zijn we gaan doen op GIS-afleidingen. En dat geeft ons dit resultaat. De groene gedeeltes zijn gedeeltes met hoge beschikbaarheid van bermmaisel. En je kan er al voor een stukje de grote autosnelwegassen volgen, die ook een hogere bermdensiteit hebben. Dus dat is eigenlijk ons startkaartje van waar we vertrekken om al dat gras te gaan mobiliseren naar verwerkpunten. Dus grosso modo betekent dat in het gebied een 23.000 hectare gras aan berm beschikbaar zou zijn, die potentieel 600.000 ton gras zou produceren, waarbij we toch een afroming nemen van 30%, wat ons bij een technisch-ecologisch potentieel brengt. Sommige stukken kan je niet om weginfrastructuur gaan maaien, andere worden ecologisch niet gemaaid en dergelijke meer. Dus 420.000 ton is eigenlijk het stukje waar we naar kijken om verder te gaan gebruiken richting toepassing. Ter illustratie, de verhouding dan tussen autosnelweg en gewestwegen, dat is iets wat klassiek bij het beheer van administratiewegen en verkeer zit, is een kwart ten opzichte van drie kwart van die bermen en de bermmaisel zit dan bij gemeenten. Anderzijds heb je ook twee maaibeurten, soms zelfs drie met een veiligheidsmaaibeurt,
waarbij de eerste maaibeurt een hogere productiepotentieel heeft, dus een hogere piek ook geeft ten aanzien van de tweede maaibeurt. Startsituatie, de scope van waar we vertrekken. Als we dan gaan kijken wat er vandaag mee gebeurt, zoals Marcel ook zei, is het vooral composteren. Dus we vertrekken van bermgras, 420.000 ton aan potentieel. Wordt veelal tussentijds opgeslagen, dus wanneer het van de berm komt, zijn er nog tussentijdse opslagpunten waar het toch al voor verzameld wordt. En door interpolatie hebben we kunnen afleiden dat er vandaag 55.000 ton om en bij wordt gecomposteerd in huidige composteerinstallaties en een 18-tal installaties in het gebied. Wat betekent dat een functie van een capaciteit ze vandaag 15% om en bij zouden composteren. Betekent ook dat er 365.000 ton in het gebied beschikbaar zou zijn, dat ofwel ongeoogst, onverwerkt of geëxporteerd is. Dat is heel lastig om daar een transparanter beeld op te krijgen, maar in ieder geval, er is nog werkbaar volume. Wanneer we dat nu in zijn geografische context gaan uitzetten, dan kijken we eigenlijk van ja, waar liggen de huidige composteerinstallaties? Dat zijn een aantal kruisjes die jullie zien, dat zijn die 18 installaties. En van waar zouden die het gras sourcen als ze die 55.000 ton bij elkaar zouden brengen op een optimale manier? Daarmee kijken we al erg positief naar de huidige situatie, want we weten niet hoe vandaag het gras bij die composteerinstallaties komt. Maar als ze het optimaal zouden sourcen vanuit logistiek oogpunt, dan zou het uit deze serviced areas komen, om het zo te zeggen. Dat gaat hier dan voor het hele gebied om een 100.000 kilometer gereden voor die 55.000 ton. En dat geeft een aantal vrachtbewegingen van een 3.000 vrachtbewegingen van die tussentijdse punten met vracht richting de composteerinstallaties. Die zet ik even op 100% om dadelijk te gaan kijken naar toekomstige situaties. Dat is de huidige situatie zoals we hem zo goed als mogelijk kennen. Wanneer we naar een to-be-situatie, een toekomstige situatie kijken met compost, waarbij, wat ook beleidsregels, of beleidsambities volgend is, de capaciteit van de groencomposteerinstallaties verhogen naar 30% aan intake en ook zelfs GFT-composteerinstallaties een beperkte fractie van gras laten verwerken, dan komen we met bijkomende GFT-installaties in het gebied en gedien de totale capaciteit verhoogt, gaan we daar tot een 140.000 ton te verwerken kunnen komen. We voorzien daar ook qua mobilisatie en logistiek een opslagplaats, omdat daar de composteerinstallaties nu een hogere piek gaan verwerken. Dus allicht gaan die ook wel een deel moeten opslaan om ook tijdens winterperiodes bijkomend te kunnen bijmengen, om een soort baseline te krijgen van toevoeging. Eenvoudige regels leren ons dan dat we ongeveer nog een 280.000 ton beschikbaar hebben met die verhoogde capaciteit. Dus mocht dit in de toekomst gebeuren, dan zie je dat een aantal bijkomende installaties, GFT-installaties, ook geopend zijn. Waarbij ook de aantrek van het gebied verhoogt. Dus de areas waaruit het gras gesourced zou worden verhoogd. Maar je ziet natuurlijk dat er ook nog heel veel unserviced areas zijn die overeenkomen met het potentieel dat nog beschikbaar zou zijn. Je ziet hier dan ook, richting die optimalisatie, dat er... er wordt dus pittig meer hoeveelheid in tonnage gecomposteerd. De vrachtafstand die stijgt met een 50-tal% en het aantal vrachtbewegingen evenzeer, quasi lineair. Terwijl de kost van de mobilisatie een stukje verhoogt in euro per ton, dus per ton getransporteerd, is vooral te maken met het feit dat je verder moet rijden en meer kan, om meer te moeten gaan oogsten, dus verdere rijtijd. Maar je kan ook het opslag en transport efficiënter gaan organiseren, omdat er opslagcapaciteit is bij de composteerinstallatie. Eén scenario waarbij composthoeveelheid wordt verhoogd, ook beleidsdoelstellingen volgend. Als we daar nu bij nemen, de case die Miet ook presenteerde, die ook bekeken wordt in graspicatie, is dat je eigenlijk een aantal storten gaat openen om daar ook biogas te gaan kovergissen om ook dalend stortgascapaciteit te gaan vervangen, dan zijn ook daar mogelijkheden. En dan zien we dat in het gebied een 12-tal installaties zijn. En ook als we die pro rata hun huidige capaciteit gaan inplannen, zouden die 110.000 ton aan gras kunnen verwerken. Ook met haar presentatie volgende, zou het idealiter zijn dat die vezels gaan gebruikt worden richting materialen. Dat is vandaag nog in de technische werkpakketten onder onderzoek van of er mogelijkheden zijn om dan het digestaat en de vezels eruit te gaan verwerken. Wat we vandaag doen is eigenlijk het digestaat gaan aanbieden aan composteerinstallaties om zo een einde afvalstatuut te bekomen.
Dat maakt ook dat al 90.000 van die 140.000 ton ingenomen is door dat digestaat en je eigenlijk nog vers maïsel een 50.000 ton aan digestaat zou kunnen gebruiken, wat een potentieel overlaat van unsourced van een 260.000 ton. Ook hier is er opslag voorzien. Nog een noot is dat ook hier biogas en landbouwvergisters op basis van bergmaïsel in de schoot van het project zit. Alleen hier maakt dat qua beleidswegen het digestaat dan niet meer rechtstreeks toepasbaar is op land, op landbouwgrond, omdat je eigenlijk het digestaat een afvalstatuut toebedeelt. Dus deze hebben we op vandaag nog niet meegenomen, omdat dat in het Vlaamse landschap minder realistisch is. Als je gaat kijken van hoe dat er dan uitziet in het geografische landschap, dan zie je dat er ook bijkomend vergisters geopend zijn. Dat zijn de aantrekkingspolen waar de vijfhoekjes, waar de gele lijnen naartoe komen. En dan zie je eigenlijk een bijkomende mobilisatielijn, namelijk vanuit de vergisters naar de composteerders. Dan zie je ook de hoeveelheid verhoogd natuurlijk deels weer voor een stukje, omdat we de stort met berm, biogas, installaties bijkomend hebben geopend. De afstandsbeweging stijgt ook hier omdat er een bijkomende mobilisatie nodig is tussen composteerinstallaties en vergisters. Ook het aantal vrachtbewegingen stijgt hier, want je gaat natuurlijk weer meer ton mobiliseren. Maar de mobilisatiekost, een euro per ton voor het gras zelf, daalt. En dat heeft eigenlijk vooral te maken omdat je hier een effect hebt van dubbel gebruik van die grondstof. Je moet 1 ton bergmaïsel maar 1 keer maaien in de berm, en die maaikosten zijn substantieel, om het zowel te kunnen gebruiken in de vergistingsinstallatie en daarna te kunnen gebruiken in de composteerinstallatie. En dat weegt op de mobilisatiekost op een positieve manier. Tot slot zijn we gaan kijken naar de vezeltoepassingen van maaisel en wat als we daarop zouden inzetten. Dan kijken we hier naar de bijkomende materiaaltoepassingen. We kijken daar zowel een deel naar de mogelijkheid van isolatiematerialen maken, zoals Gramiterm vandaag doet. Toevoeging in MDF of het maken van biopolymeren, dat is vezel met harsen. Denk aan bijvoorbeeld picknicktafels die eruit gemaakt kunnen worden. Ook hier is er dan opslag voorzien zonder voorbehandeling. Dat is een belangrijk topic, omdat we daar nog geen zicht hebben welke stappen precies nodig zijn en we die nu eigenlijk meerekenen als gebeurende aan de kant van de materiaalproducenten. Maar moeten mogelijk, als het logistiek ook impact heeft, ook daar worden meegenomen. Nu, daar zijn we gaan kijken in de markt van wat is eigenlijk een industriële schaalgrootte van dergelijke installaties. Daar kan je mee spelen, maar dit zou grote orde betekenen. Een intake van vers gras, blijven een vers gras werken, terwijl ze wel degelijk vezel verbruiken. Van telkens 1 installatie betekent dan 26.000 ton voor isolatiemateriaal, 150.000 ton voor MDF. En dat is dan een beperkt aantal vezelpercentage, in dit geval een 2-3% van de huidige productie die ze eigenlijk gaan bijmengen. Dus dat betekent al zo'n aantrek. En dan 64.000 ton voor de biopolymeren. Dat maakt dat we eigenlijk richting een redelijk goed gebruik van onze eigen lokale resources komen. En er blijft nu 40.000 ton over, wat zeker speelbaar is op jaarbasis tussen de verschillende jaren. Hoe ziet er dat dan uit in de to-be-situatie van wat als we gaan composteren, verhoogd composteren aan 30% en die materiaaltoepassingen? Dan hebben we enerzijds een reële installatie die van Unilijn MDF in Vjeldsalm. Geopend, die eigenlijk een heel aantal aantrekken moet realiseren van vezels uit het hele gebied. Je ziet ook in de achtergrond het blauw overschaduwt er een beetje, maar dat heel het gebied quasi serviced is. Terwijl deze gele we nu als denkoefening hebben ingekaderd, zijn eigenlijk een biopolymeer en een isolatievezelplaat industriële partij. Die we in het Gentse aan de zeehaven hebben ingekanteld. Dat is een stukje visionair, want ze zijn er vandaag nog niet, maar gewoon om ook weer een illustratie te krijgen van wat betekent het. Je ziet nu hier dat optimalisatie van een optimale mobilisatie, die hoeveelheden sterk gestegen zijn. De vrachtafstand die stijgt hier zeer sterk, 2000% ten aanzien van de SS, maar je gaat ook natuurlijk ook veel meer maïsel mobiliseren en toegevoegde waarde.
En dat, daar heeft vooral natuurlijk de verwerking in buitengebied een impact. Dus dat is ook illustratief voor het verhaal als je gaat kijken van landelijk gebruik of regionaal gebruik van stromen of het verder transporteren. Heeft dat een invloed op de vrachtafstand natuurlijk? Wat niet altijd betekent dat het kost per ton daarom significant moet stijgen. Dat stijgt hier met 15%, omdat je natuurlijk ook meer mobilisatie hebt. Nu, wat betekent, dat is een huidige situatie waar we naar kijken richting mobilisatie. Daar kan nog verder gedifferentieerd worden richting een heel aantal verfijningen, de bermtypologie. De maaitypologie, zoals gezegd, vandaag wordt er vooral 95% geklepeld, maar wat als we gaan cirkelmaaien, dat kan impact hebben op de kwaliteit. Opslagtypologieën kunnen we nog ontwerken. De kwaliteitstypologieën, er is nog geen differentiatie in hoog- en laagwaardig potentieel bermgras. Dat zit er in de toekomst misschien in dat we daar ook gaan differentiëren. En ook de voorbewerkingsstappen, die zijn al behandeld. Die kunnen we verder nog meenemen in die optimalisatie, ook vanuit logistiek. Standpunt, mochten bijvoorbeeld, de stappen heeft Nathalie al kundig toegelicht, mochten die eigenlijk op locatie gebeuren, waar zou je die dan organiseren? Dus niet bij de eindverwerker, maar elders. En dan kom ik bij mijn laatste slide. Dat zijn mijn conclusies en de volgende stappen. Het geeft zeker indicatie dat er beschikbaarheid is van lokaal potentieel voor een combinatie van toepassingen, zowel materialen als biogas, en op industriële schaal. We zien ook een impact van opslag dat die beperkt is aan de mobilisatiekosten. En één keer als er opslagcapaciteiten zijn, dat er systemen eigenlijk liever wordt opgeslagen dan bijkomend rondgereden, ook qua kosten. Al een voorafname, ook ter discussie, al een stuk een cascadering of circulariteitseffect in die mobilisatiekosten. Namelijk als je dingen twee keer gaat toepassen, dan ga je mobilisatie en dan transportkosten verlagen. Ik zie ook mogelijk kansen voor composteerinstallaties die al voorbehandelingsinfrastructuur mogelijk hebben, zoals Zeven, die we eigenlijk bijkomend kunnen integreren in het verder optimaliseren van het netwerk. Terwijl we zelf de technische kwaliteitseisen en de voorbehandelingsprocessen in ons systeem moeten implementeren, zoals gezegd. Dus we gaan daarvoor iteraties nodig hebben en ook input aan jullie gedachten omtrent wat toekomstscenario's kunnen zijn. Dit was ter inspiratie, staat niet in steen, nog beton gebeiteld. Is dat zeker welkom. Zo, dat was mijn luik vanuit de mobilisatie en de logistieke keten van het gras. En ik spring meteen over naar het luikje vraagstelling dat we nu ter beschikking hebben. Ik zag een aantal vragen binnenkomen. Eén vraag, en die kan ik allicht aan Marcella of Erik lanceren. Die ging over het feit dat er ook landen zijn die mogelijk afstappen eigenlijk van het cut-and-collect systeem, omdat daar de interpretatie was dat er mogelijk eigenlijk weinig impact was op die biodiversiteit. Dus dat er minder werd cut-and-collect systeem toegepast in andere landen. Marcel of Erik, kunnen jullie daarop reageren? Ruben, ik zal even het antwoord op die vraag geven. Erik moest helaas vertrekken om les te geven, vandaar. Het cut and collect of cut and leave principe, bij ons staat dat niet ter discussie, maar in andere landen ook wel. En daar zijn ze echt nog ook aan het zoeken. Wat nu het beste is, maar het wordt wel algemeen aangenomen dat als je het bermmaaisel mee wegneemt, dat dat echt een biodiversiteitswinst is. Maar het is een terechte opmerking dat in andere landen daarover gediscussieerd worden. Wij ondervinden het in ons eigen project aan de lijve met de partners uit de UK. Oké, dank u wel. Nu ik jou in beeld en aan de lijn heb, Nathalie, was er ook nog vraag rond de raffinage van de vezel. Is er nog steeds een opstart in het Vlaamse landschap? En ik kreeg daarbij ook nog de toegift van voor welke toepassingen naast de vezel wordt de vloeibare fractie dan gebruikt? Ik zal beginnen met het antwoord op de laatste vraag. Voor welke toepassingen wordt de vloeibare fractie momenteel gebruikt of onderzocht? Binnen het gratification project wordt gekeken of dat het een toepassing kan vinden als herbicide of als bemester voor bepaalde gewassen. Buiten het project zijn er al onderzoeken geweest in Nederland bijvoorbeeld naar
de liquide fractie als alternatief voor strooizout, ook als eiwitrijke fractie voor bijvoorbeeld veevoeding. Dus er zijn heel wat onderzoeken lopende, zijn er al commercieel beschikbaar? Bij mijn weten nog niet. Dus dat is voor de vloeibare fractie. Voor de vezelfractie, momenteel ook alles in start-up fase. Binnen dit project zijn we vooral naar materialen aan het zoeken, composietmaterialen. Buiten dit project zijn er al zijn er een aantal andere spelers die al wat dichter staan bij het gebruik van de vezels in papier en karton toepassingen. Dus daar lopen zeker een aantal projecten die heel dicht bij, zelfs verder als piloot, bijna commercieel zijn. Dus dat wordt mooi om te zien hoe dat gaat evolueren in de komende jaren. Daar is het wel niet met berremaaisel, maar voorlopig nog met natuurgras. Maar goed, want, die kunnen starten met natuurgras en kunnen zien hoe dat verder evolueert. Dus vezels, papier en karton, het dichtste bij commerciële realisatie, maar wel van natuurgras. Voor berremaaisel, composietmateriaal en nieuwe materialen. Daar heb ik een aantal foto's van getoond. En start-up, nog niet op grote schaal. Okay. Ik hoop dat dat samenvatting is. Ik denk wel dat dat helder is. Kan altijd bilateraal vervolgstappen gezet worden, de contacten zijn publiek. Miet, ik had ook een vraagje voor jou. Daar werd de vraag gesteld of de prijzen die getoond werden voor de vezels, dat dat eigenlijk prijzen waren voor verwerkte vezel en niet voor het verse gras. Ja, dat klopt inderdaad. Die prijzen die daar getoond zijn, dat zijn effectief prijzen voor de natuurvezels, de brede range daarin, dus ook de meer hoogwaardige, waarvan dat de grote vraag gaat zijn of dat we met het berngras daaraan kunnen geraken. De eerste inschattingen die dat we daarbij hebben, is dat we eerder in die lage regionen terecht gaan komen, omdat er toch wel wat verschillen zitten tussen de kwaliteiten die verbonden zijn aan het berngras ten opzichte van andere hoogwaardige natuurvezels. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Oké, dankjewel. Ik neem er ook eentje op ten persoonlijke titel. Is er bij het transport enkel naar de kosten gekeken of ook naar de CO2-impact? Een heel goede vraag. Momenteel, omdat we proberen, zoals je ook hebt gemerkt, een aantal robuuste toekomstscenario's door te rekenen, zijn we dat vandaag vooral gaan kost optimaliseren, omdat dat van veel gebruikers natuurlijk vaak de kernvraag is. Doet niet af dat we dat ook CO2-impact kunnen gaan optimaliseren. Dus niet alleen vanuit het perspectief van de logistiek, maar ook wanneer je gaat opslaan en kundiger gaat opslaan, gaan al een aantal emissies bij de tijdelijke opslag bijvoorbeeld minder groot kunnen zijn en dat we ook die kunnen meenemen. Dus de CO2-impact van het logistieke verhaal zouden we zeker kunnen meenemen en contacteer me eventueel bilateraal om daar verder over te filosoferen. Maar het kan dus. Ik heb nog een vraag, Nathalie, ik vermoed dat ik die bij jou kan leggen. Is er voor de toepassingen van vezels toestemming nodig van OVAM? Zeer goede vraag. De vezels vallen tot nu nog onder afval, dus onder de wetgeving van afval. Je kan daar een einde aan maken met de end of waste criteria. En in Vlaanderen is dat vertaald met de grondstofverklaring. We zijn dus momenteel bezig om alle stappen te doorlopen bij OVAM, maar we zijn er nog niet, om een grondstofverklaring te krijgen voor de vezels, de grasvezels. Ik moet wel heel specifiek zijn. Je kan een grondstofverklaring, maar per toepassing aanvragen. Wat wil zeggen, onze grasvezels kunnen wij niet algemeen voor alles laten een grondstofverklaring vragen. Wij moeten dat doen per toepassing. Wij gaan dus zoveel mogelijk toepassingen in die grondstofverklaringen proberen op te nemen als cluster. En hoe ver dat we daarmee springen, dat vertellen wij jullie graag op de demodag 21 juni in Schendelbeke. En dan hopen we dat we al een aantal stappen verder staan. Maar zeer terecht, we zitten dus met een afvalstroom. Voordat je die mag gebruiken als materiaal, heb je daar een toestemming van OVAM nodig. En wij vragen die aan onder de grondstofverklaring. Oké, dankjewel. Dan zijn er geen
kernvragen meer, wel nog een aantal algemene opmerkingen. Mooi is dat we feedback krijgen van een provinciaal Bermen-project. Ik weet nu niet in wezen welke provincie, maar die ook tracht de gemeente mee te nemen in de valorisatie van Bermen. Dus ja, hun insteek was ook, en ik hoop dat ze vandaag wat hebben bijgeleerd, rond de haalbaarheid. Er staan toch nog wel wat vraagtekens rond, maar weet ons zeker te contacteren. Anderzijds geven een aantal mensen aan dat er al een aantal berm- of grasraffinageprojecten gelopen hebben. Dat is zeker correct en we proberen er ook naar terug te grijpen om daar de lessen uit te leren. Dus we zijn ons daarvan bewust, maar laat niet na om ons daar nog eens op te wijzen. En tot slot werd er ook, en dat zal publiek gedeeld worden in de minutes naderhand, nog een publicatie omtrent commercieel papierassortiment dat vandaag al gemaakt wordt van Bermvezel. Dus bedankt voor die opmerkingen nog bijkomend en bijdragen. Dan geef ik nu na deze korte Q&A ook het woord graag terug aan Gudrun voor de uitleiding van deze sessie. Dankjewel, Ruben. Ik wens in eerste instantie alle sprekers te bedanken voor de zeer boeiende presentaties. Ook bedankt aan de producers en zeker ook aan alle deelnemers voor jullie interesse en voor de vragen. En graag geef ik nu nog een klein beetje uitleg bij het tweede gedeelte van onze activiteit, namelijk de interactieve sessies in groepjes. Dat is uiteraard enkel wel voor degenen die daarvoor zijn ingeschreven. Ik stel voor dat we heel snel de drie vragen die we straks gaan behandelen in de interactieve sessies eens kort overlopen. De eerste vraag leunt aan bij de presentatie van Marcella en die gaat als volgt. Het project Grasificatie behandelt meerdere waardeketens met bermgras, onder andere productie van biogas, ook bemestingsproducten, biogebaseerde bouwmaterialen enzovoort. En de vraag is, welke daarvan lijken realistisch of aantrekkelijk als business case? En dan ook graag bekijken waarom. En dan een tweede vraag, die is in hoofdzaak bedoeld voor de deelnemers met praktijkervaring. En die vraag gaat als volgt. Vanuit jouw organisatie en vanuit jouw plaats in de keten van de verwerking van gras, wat ervaar je als een groot probleem en welke oplossing stel je voor? En dan tenslotte hebben we ook nog een stelling waar we kunnen rond discussiëren. En de stelling is als volgt. Valorisatie van bermgras moet vooral economische winsten opleveren en andere mogelijke winsten, zoals op vlak van veiligheid, ecologie, circulariteit, zijn hieraan ondergeschikt. Ga je hiermee akkoord of niet en waarom wel of niet? Zeer belangrijk hierbij is, jullie hebben een afzonderlijke login gekregen voor die interactieve sessies, dus straks uitloggen en dan opnieuw terug inloggen met die tweede login. Dan zou ik ook nog graag een belangrijke mededeling doen. Namelijk, we hanteren bij de interactieve sessies de Chapman House Rule. En dat wil zeggen dat wij als de deelnemers, maar ook wij als organisators, wij zijn vrij om de ontvangen informatie te gebruiken. Maar nog de identiteit en nog de connectie van de sprekers of nog die van een andere deelnemer mag onthuld worden. Waarom zeg ik dat nu? Omdat het ook verband houdt met de vraag die de moderatoren straks zullen stellen, namelijk of de sessie al dan niet mag opgenomen worden. We gaan die opnames enkel gebruiken om een verslag te maken op hoofdlijnen, dus zonder verwijzingen naar personen of organisaties. Maar dat is dus voor straks. Ik kijk even naar het uur en we zitten nog heel goed op tijd. Dus ik stel voor dat we straks een 15-tal minuutjes pauze nemen en dat we dan straks terug stipt trachten te starten om 11:30. Nu, na de plenaire sessie komen we niet meer, na de interactieve sessie, sorry, komen we niet meer plenair terug. Dus wat mij betreft, hopelijk tot ziens. En dan geef ik nu graag het woord aan Wouter. Oké, dank u wel, Gudrun. En ook grote dank aan de sprekers allemaal. We zitten bijna zelfs een beetje voor op schema, niet te geloven. Dank ook aan de mensen achter de schermen. Nu met het einde van het jaar in zicht, wij kijken alvast met het platform hoopvol naar volgend jaar en hopen daarbij op echte bijeenkomsten, want die lenen zich nog altijd het beste voor interactie, voor discussie,
voor onverwachte ontmoetingen en netwerking. Maar wij gaan er straks alvast in de interactieve sessie wel goed proberen werk van te maken om dat ook digitaal te doen. En wij hopen alvast naar volgend jaar dat die bijeenkomsten opnieuw, de fysieke bijeenkomsten opnieuw mogelijk zullen zijn. Want wij hebben al een plan of een idee voor een volgend event. Met alle projecten die de voorbije jaren gelopen hebben rond gras, om daar iets mee te doen, zouden we graag, dromen we van een studiedag en workshop van met de vragen zo van: wat leren we nu uit al die projecten? Hoe gaan we daar verder mee aan de slag? Want een project is fijn, maar wat is er? Wat zouden we moeten doen om te maken dat die ook verder gaan? Hoe kunnen we de samenwerkingen die daaruit gegroeid zijn ook verder zetten? Waar hebben we nog nood aan verder onderzoek? Kortom, stof genoeg voor een volgende bijeenkomst van het platform Oogstbare Landschappen in 2021. Ik wens jullie alvast een prettig eindejaar en een leuk begin van 2021. Tot volgend jaar, tot een volgende keer. Dag.